Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video hier op Anders Games. En vandaag gaan we weer lekker verder met Murdered Soul Suspect. Dat heb je goed. Jongens, vandaag gaan we weer lekker verder met Murdered Soul Suspect. En als je nou heel veel zin in hebt, vergeet niet het duimpje omhoog te mogen doen, want dan kan ik zien dat jij er heel veel zin in hebt. En laten we meteen beginnen. Uh, in de vorige verlevering we, uh, moesten we 14 clues uh, vinden. Uh, in het museum restauratie uh, Gedeeld ofzo uh, Ik heb het eventjes uh, opnieuw gespeeld En toen kwam ik bij deze laatste clue En toen kwam er opeens een, een, een filmpje Dus ik dacht van nou nu moet ik stoppen Met eventjes spelen en dan moet ik het natuurlijk Wel even aan jullie laten zien daarom zit ik nu ook In het pauzeschermpje dus Here we go Als je wilt nee oh there we go Hij doet het Mijn haar staat in omhoog, joh. Kijk nou. <laughs> Kijk naar nou een kip. Uh-oh. De hangende witch. Dat ziet er niet goed uit. Uh-oh. Nou, ik heb nu 13 clues. Nou, hoe kan dat nou? Ik moet er nu nog steeds één. Dan heb ik er nu nog eentje gemist. Oh, dat is het anker. Kijk eens aan. Oké. Okay. Uh, maar nu weten we wel direct wat we moeten doen. Want nu gaan we eventjes kijken. Do any of these artifacts relate to the bell killer? Uh, ja, dat weten wij zeker. Want dat is uh, dat uh, schilderij wat we hier zien. Kijk maar. Oh, moeten we nog twee andere kiezen? Oh, dat vind ik wel een beetje jammer. <laughs> ik dacht, nou, nu hebben we het. Maar nee hoor. Uh, judgment, denk ik. Nee, oké, okay, doei. Need a clue about why he kills. Oh, laat me dan zeggen. Uh, even kijken. Dit denk ik. Ja, die hebben we goed. En nog iets. Uh, wat zou het zijn? Witch trail painting? Nee. Wat zou, wat, zou, wat zou het nou echt zijn? Er moet er hier eentje staan. Die, die is, is. Ik denk dit. Nee, oké. Okay. Need a clue about why he kills victim, victims like witches. Oké, okay, uh, ik denk dan, dan moet het, eh, uh, eh, uh, uh, dit zijn. Nee, oké, okay, dan niet, joh. Hé, hey, hey, dat maakt niet uit. Oké, okay, we moeten er eentje vinden, jongens. Maar we hebben er gelukkig al nu al twee. Dus dat is fijn. Witch Trail Authority, nee, oké. Okay. Of ik ben gewoon heel erg dom. Of uh, deze game is gewoon te moeilijk voor mij, ik weet niet. Dit dan? Oh, nou, kijk eens aan, we hebben het. Kijk eens aan. Oh, wie weet ik dat in mediums? Mediums zijn van die mensen die van die uh, uh, dingen lezen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, je toekomst lezen, weet je wel. Astro TV, dat is een medium en uh, alles. What suspicious behavior has Baxter exhibited uh, during th this case? Baxter in the museum. Mm, dat zegt me niks. Looking for the girl. Baxter hit the book. Bell killer. Ik denk dit. Ja. Yeah. En ik denk dan deze. En dan denk ik deze. Oh, maar die hebben we weer fout. Dan is deze het. Dan is deze het. Dan is deze het. Ja, kijk eens aan. Ik wist het. Kijk eens aan. Why the hell is Baxter in this? He the case when he was demoted. Investigate the Gala for links Rubelkiller. Complete it. completed. We got a suspect to look into. We're almost there. We're there bijna jongens. We hebben er gewoon bijna there. Like I said, the world doesn't need another winer. You know what? Screw you. You don't understand. Don't understand? My wife was murdered 3 years ago. She got to float up into the white light and I got stuck here in this place with some bitchy team. Ooh. Ugh. Ja. Ugh. Zeg maar ugh. Huh? fail, we fail, I'll never get to see Julia again. Ever. Shit. Dat moet niet gebeuren. Fail. I don't need we won't fail. Ik ben een cheerleader. Oh, nee. Didn't know about your wife. Yeah, yeah. We need to act on the information we found. You head off to the church. The church? Where are you going? Baxters is our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Oeh. Probably not a good idea for a fugitive to visit a cop. I'll meet you later. Nou, dat is helemaal goed hoor. Dus we hebben een uh, een verdachte jongen, zo heet dat. Een suspect. Een suspect. Moordert, Murdered. Soul Suspect. Ja, ja. En dat is Baxter. Baxter. Ik vind het wel mooi. Uh, suspicious Baxter. Dus hij kan het misschien zijn, jongens. Exit the museum. Nou, zullen we dat gaan even doen? Oh, ik schrok me. De gl Gladianus. Wat? De Gladianus? Ik weet niet wat voor woord dat is. I don't know. Maar ik schrok zo. Ontiegelijk hard, jongens. Daarom stonden hier zoveel hiding spots. Voor dit moment. Nou, leuk hoor, jongens. Hartstikke fijn en allemaal. Maar ik vind het helemaal niks. Oké. Okay? Hide. Waar is het andere hiding spot? Oh, hier. Waar moet ik nu heen? Ik weet het niet meer. No, ik kan niet meer verder. Oh nee. Daar zat een kraai. Maar ik moet eventjes daarheen zien te komen. Um, of zal ik gewoon eventjes die. Lekkere. Oh, nee, nu zitten er hier twee. Gadverdamme. Hier heb ik nou echt geen trek in, jongens. In deze lekkere krengen. Oh, als die nou even weggaat. Man, oh man, oh man. Kom op. Ga nou even bewegen. Nee, niet hierheen. Nee. Denk het niet. Jullie gaan maar hier niet heen. Oh nee, maar ik kan hier echt niet verder. Ik kan hier alleen maar. Dit is, dit is echt shitje, jongens. Dit is echt shitje. Oké, okay, we gaan deze van achteren gaan we eventjes aanvallen. K 3, 2, 1. Execute. Uh, A plus. There we go. En gelijk hierin zitten. Hun hebben niks gehoord, jongens. Die mensen, die uh, demontjes daar, die hebben niks gehoord. Oké, okay, kan ik hier even uitstappen? En snel daarheen. Hide. Oké, okay, yes, we did it. Oh, ik kan niet bij die kraai, jongens. Dat is shit. Ik kan even niet snel bij die krui, maar ik moet volgens mij daarheen. Of ik moet juist hier helemaal niet heen. Dat zou wel zijn. Oké, okay, dra draai even om, demon. We hoeven je allemaal je lelijke hoofd niet te zien? Is helemaal mooi. Distract. Oh, dat is eigenlijk denk ik niet zo slim. Oké, okay, nee. Oké. Okay, ga maar weg. Oké, okay, ik ben weg. Oké. Zo, so hide. Kunnen ze hier doorheen, die demonen? Ik denk het niet. Ik ga lekker naar beneden. Oh, dat geluid. Dat klinkt niet goed. Oh, hier heb je die trein weer. Nou, gezellig hoor. Komt hij zeker hier weer voorbij? Nou, ik vind I het helemaal mooi. Did you hear something, else just now? Something, bad. something bad. Nou, weet je wat ik, wat ik ga? Ik ga zo bad. Ik ga something bad. Ik ga zo bad. Oh, wat een rare vrouw. Oh. Oké, okay. hallo dame. Mag ik hier doorheen? Nee. Nou, nah. nou. Nah. Ik mag hier gewoon niet weg. Wat is dit nou even gek? Waar is de uitgang? Oh, daar. Kijk eens aan hier. Ja, hier is de uitgang. Here we go, jongens. Dus we gaan nu gaan we naar de kerk toe. Want daar is Baxter. Oh! De politie! De popo! De cops. De smeressen! Ja, we zijn hier in godsnaam heen gegaan. Nee, ze willen toch niet naar de kerk toe gaan? Dat wil ik al gaan. Uh oh oh. nee, er is een andere moord misschien Straks is Baxter dood Dan zijn we, dan hebben we, hebben we helemaal geen Hebben we helemaal geen verdachten meer, jongens Als Baxter dood is nu Want hij is onze verdachte nu Exit the museum, oké, okay, we gaan nu naar de church toe Maar eerst gaan we even wassen in de fontein Hey, bed is rondje, jongens, bed is rondje Oké, okay. oké okay. Mucho burrito Hey Dat is mucho gracias Dat is niet goed uh, Spaans rooien, nee, ik weet het Oh man, oh man, oh man. Oké. Okay. We gaan lekker naar de church. En nu gaan we weer naar de church. Want deze game vindt het leuk om twee keer te zeggen dat we naar de church moeten gaan. Jeetje. Dan moeten we eerst naar het uh, uh, ene lopen en daarna moeten we weer verder lopen. Kijk, want let op hè. Let op, let op. 3, 2, 1. En we mogen weer daarheen. We mogen nog verder lopen. Ik vind het wel fijn dat ze dat doen hoor. Maar het is gewoon een beetje zo van. Oh, we moeten nog een stukje lopen. Waarom kan ik hier niet zo snel teleporteren? Dat is niet fijn. Kijk, dat meisje, wat we toen hadden gezien... Die kon e enorm snel teleporteren. Hoppakee, zo. Ik weet niet hoe we er even langs moeten gaan, jongens. Maar... Ha! Dat gaan we uitzoeken. Ik denk niet uh, via deze manier. Dat is niet zo, niet zo goed, hoor, Sa uh, Sam. Oh my damn. Ik noemde me op dit moment zelf Sam. Wat is dit dan weer voor geks? Wat voor een rare debiel ben ik? Oké, okay. ik moet hier dus niet heen. Ehm... Um... <laughs> ik moet via deze kant, denk ik, daarheen gaan. Wat ik best wel raar eigenlijk vind. Want de game stuurde me echt die kant op. Maar dat zal wel. Je, we, we zijn in murder Trust suspect. Hier zijn we volgens mij naar beneden gevallen. Hier zijn we dood gegaan. Ja, klopt. Hier zijn we vermoord, jongens. Dat doet me goed om dit weer even te zien. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk doet het me niet goed. Waar in godsnaam moet ik heen? Like serious bitches. Ik kan, ik kan hier weer niet heen. En ik moet gewoon daar weer heen. Of ik loop helemaal om. Of ik doe weer helemaal gek. Ik weet niet wat, hoe het zit hier hoor. Volgens mij loop ik heel erg om. Volgens mij zit hier helemaal niks meer. In deze hoek. Nou, er ligt hier wat. Wat ligt hier? Reveal. Hier ligt gas. Niet 14 more to uncover the story. Nou, ze zoeken het maar lekker uit met hun story. Hey. Nou, ik vind het mooi. Alleen, hoe de godsnaam hoe moet ik daar komen? Ik vind het best bijzonder hoe moeilijk in godsnaam daar komen. Ik heb geen idee. Teleporteer maar eventjes. dat gaat veel sneller. Nee, het gaat weer niet sneller. Oh, game. Wat moet ik toch met je? Oh, misschien moet ik gewoon hierheen. Kijk eens aan. There we go. Oké, okay, church. Nu mogen we weer een stukje verder lopen. We zijn er bijna gelukkig nu, denk ik. Uh, ja, want we zijn al een keer bij de church geweest. Dus dat komt goed. That's gonna be alright. Kijk, come and join us, de kerk. Alsof we hierheen moeten of als we naar de kerk willen. Nou, dat wist ik nog niet. Oh jee. En hier stond die vrouw. Die toen is uh, vermoord. zeg maar, met dit. Hier hebben we toen ook die quest gedaan. Wat vond ik best wel leuk. Even een uh, andere quest doen. Weet je, wat er, weet je wat ik me afvraag, jongens? Er zijn overal heel veel van die hiding-dingen. Dus ik heb echt een gevoel dat later echt zoveel demonen komen misschien. Dat zou wat zijn, jongens. Ah, even lekker met demonen knuffelen. Nou, ik vind het gezellig hoor. Zo, kijk eens mooie kerk. Woe, nice! And get used to red and blue ja, er is weer een dode. Ja. Er is hier iemand vermoord, jongens. Maar wie zou het zijn? Wat, wat doet zij daar? Joy, Joy, Oh nee, wat doet ze, man? Dat die mensen trouwens ook niet zien. Dat vind ik een beetje slecht van die politieagent hier. Oh oh, dat moet ze niet doen. Maar waarom gaat ze nou ook weer naar binnen? Hier, hallo, er staan hier gewoon twee mensen. Oh, kijk ze. Het is een simpele vraag, alstublieft. Take it easy, Honor. Uh-oh. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. Into a station, drove by his place, nothing. No, there's definitely something wrong here. Yep, zeker. Have you ever seen anything like this? After this stuff, feels like a goddamn riddle. I don't know. I just seem so... demented. Demented? I gotta find this crime scene before they cart away all the Nou, ik vind het goed hoor. Find out what happened at the church. Joy and Iris are at the church. I need to make sure they're okay. Oké, okay, start investigation. Here we freaking go. Hoi demonen, dag demonen. Find out uh, if Iris is safe. Dus I oh, Wacht! Die hebben we hier natuurlijk uh, gelaten omdat Joy met ons meeging. Zo zit het in elkaar. Dus nu moeten we zeker even weten of Joy uh, of Iris nog wel goed is. Dat zeggen ze goed. Oh nee, kijk die herinnering. Ik ga hier naar beneden. Oké, okay, demonen, kom maar niet hoor. Dank u. Oh, oh ja, dit stuk. Uh, oh wacht. We kunnen nu natuurlijk teleporteren. Dus dat is wel nice. Zo, 3, 2, 1. Oh wacht. Kunnen we er niet overheen teleporteren? Nee, kan niet. Oké. Okay. Nou nah, dat niet joh. Dan zoeken ze het maar lekker uit. Dan gaan we gewoon via hier. Gaan we via deze deur? Oh, hier is het ook. Wacht, doen we zo. Poltergeist. Oh, kom even hierheen. Oh, er is wat aan de hand. Nou, hé, hey, ik geef je eens dus in je zitten en dan steken we even netjes over. Het lijkt net uh, zo'n vrouw die bij een, uh, uh, bij een school staat en die, uh, die loopt met zo'n verkeersbordje. Weet je wel, van. Oh, auto, even stoppen. De kinderen mogen voor. Die mogen oversteken. Zo voel ik me nu. Nou, ah, ik vind, ik vind hem al best, maar ik ga uit je. Oké. Okay. Wat is er gebeurd? Hier is het gebeurd, jongens. Met een heel groot beeld. Hebben we dit beeld toen ook gezien? Dat weet ik even niet meer. Oh, er worden foto's gemaakt. Oh jee. Dit is niet goed. Oh nee, dat meen je niet. Nee, ze is dood. Nee, dat meen je niet. Iris. 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 Mijn nicht heet Iris. Well. Nou, zij leeft natuurlijk gewoon nog. Oh ja, trouwens. Zij, mijn, uh, mijn nicht, die was. Uh, als je het kijkt. Gisterjarig. <laughs> mijn nicht was gisterjarig. Dus. Uh, heel bijzonder. I don't know. Maar uh, die heet ook Iris. Maar jongens, dit gaan we doen in de volgende aflevering. Dan gaan we dit. Uh, uh, invest, in, uh, ...investigaten? Ik weet niet hoe we dat noemen. We gaan het onderzoeken hoe Iris hier dood is gegaan. Misschien heeft ze wel zelfmoord gepleegd. Of is de belkiller weer uh, bezig geweest. Jongens, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken... ...voor deze video. Als je nou een leuke video vond... ...vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Dan kan ik zien dat jij dit een leuke video vond. En dan uh, zie ik jullie hopelijk volgende keer weer... ...bij een nieuwe video hier op Aldus Games. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.